Oh, oh, oh. Goedemiddag allemaal. Here's your captain speaking. Mijn naam is Van Staveren, ik ben uw gezagvoerder aan boord. En ik heet u allemaal hartelijk welkom op deze vlucht van Arrie Beukers Airline BV. We zijn zojuist opgestegen van vliegveld 16 over. Dat klinkt misschien een beetje gek, omdat u allemaal bent ingestapt op Schiphol. Maar dit toestel heeft nou eenmaal een lange aanloop nodig. Wil hij van de grond komen? Wij zijn nog een vrij jonge maatschappij. We bestaan vandaag toevallig precies een week. En daarom kan het zijn dat er onderweg een paar dingen gaan die nog niet helemaal gaan zoals ze zouden moeten gaan. Allereerst onze excuses dat u de hele weg moet staan. Maar ik kom zo, we hadden van de week alle stoelen nodig voor een personeelsfeestje. Ter gelegenheid van het feit dat onze eerste piloot, de heer Zwammerdom, die momenteel ook dit toestel stuurt, was geslaagd voor zijn vliegbrevet. Althans voor zijn theorie. Maar niettemin toch een hele prestatie voor een man van 87. De motoren van dit toestel, de motoren, dat zijn die twee stofzuigers die aan de buitenkant hangen, de motoren, die zijn nogal wat lawaaierig. Maar dat komt omdat er zich in de motoren onderdelen bevinden die daar eigenlijk helemaal niet in horen. Ja, de originele onderdelen van dit type toestel zijn al jaren niet meer te krijgen. Mooi moeten we zo denken, ze kunnen beter wat lawaai maken als ze ineens zouden stoppen. Ja, maar even wat algemene informatie. Allemaal zo doen! Allemaal zo doen! Daar gaat hij weer. Zeker vuiltje in de bijoux. Dit is onze tweede vlucht. Of eigenlijk is het onze eerste vlucht, want vorige keer zijn we niet eens de lucht ingekomen. Doordat onze piloot al op de helft van de startbaan de wielen introk. Menselijke fout, kerber. Dan even wat algemene informatie. Mochten wij onderweg in slecht weer terechtkomen, ik zal wel zeggen stormen, orkanen en dergelijke, dan zal onze stewardess uw maaltijd meteen in uw kotzak gooien. Dat scheelt u en ons een hoop werk. En dan kan ik in verband daarmee ook gelijk even meedelen over de toiletten. De toiletten die zijn buiten. Achter in het toestel bevinden zich een paar raampjes waarop staat hoge nooduitgang. En daar kunnen jullie dan gebruik van maken, maar liefst uitsluitend boven watergebieden. En een speciale mededeling voor de heren, het zijn klapraampjes. Nee, maar anders kom je vinger er misschien tussen. Dat zou je wel even. Oh, dat ken ook, joh. Nu moet je helemaal niet aan denken. Dat je hele hand ertussen komt. Over 10 minuten gaan we beginnen met de lunch. En daartoe zal onze stewardess met een grote zak zoute pinda's rondgaan. Mochten er misschien achter in de toeristenklasse mensen zijn die geen zout mogen gebruiken. Geen paniek, want zover komt die zak meestal niet. Dan zijn er ook altijd mensen die vragen mij. Hey, hoe hoog vliegen wij? Wij vliegen momenteel op een hoogte van zo'n kleine 20.000 voet. Dat lijkt misschien verschrikkelijk hoog, maar geen paniek, want als er wel gebeurt, zijn we natuurlijk zo beneden. Nou, dat was het dan zo'n beetje. Dan wens ik u verder nog een hele aangename reis met Arie Beukers Airline. Wat is dit? Wat hoor ik? Wat is dit? Ogenblikje. Ogenblikje, dames en heren. De piloot vraagt of ik even voorin wil komen. Ogenblikje, blijf je weer rustig zitten. Ja, deze. Weet ik dat? Nou, dat weet ik toch niet? Nou, dat moet jij toch weten? Ja,
heb ik toch geen bal verstand van? Ik dacht dat jij dat wees. Kun niet. En wat nou? Is niet zo mooi. Ja, ik kende niet dat ik... Ja. Nee, ik wil het proberen. Geef je weinig kans. Dames en heren. De piloot vraagt of er misschien onder de passagiers iemand is die weet wat het betekent als er ineens 3 rode lampjes gaan flikkeren. Nou, we hebben een stelletje kokers met kronen onder. Nee, hun weten het ook niet. Huh? Oh, heb je het al opgelost? Oh, gelukkig. Wat heb je nagedaan dan? Lampjes losgedraaid.